Hallo, goedemorgen allemaal. Mijn naam is Youssef en nu heb ik eigenlijk mij begeven in het terrein van cryptocurrencies. En ik heb gepost op Facebook en er zijn zoveel mensen die willen onafhankelijk zijn. En een van de dingen die ik wil jullie laten zien, hoe jij van je geld en jij in de bank stopt, kan je eigenlijk investeren zodat jij iedere maand zoveel gewoon overhoudt. Nou, ik ben eigenlijk in, ja, ik denk eigenlijk dat wij moeten ons tijd ergens anders besteden dan geld verdienen, werken of wat dan ook. Je kan eigenlijk het passief inkomen creëren voor jezelf. Dat betekent als jij een geld ergens hebt, dan laat het geld voor jou werken en niet dat jij voor het geld werkt. Hè? Dus wat we gaan doen, we gaan eigenlijk een nieuwe opportunity voor jou laten zien hoe dat werkt. En ik wil graag jou helpen om toch onafhankelijk te zijn. En als je vragen hebt, dan laat het weten. Geen probleem, ik kan eigenlijk jou helpen zodat je stappen vooruit gaat, zodat jij eigenlijk onafhankelijk wordt. Nou, ik weet niet of jullie iets weten over cryptocurrencies. Cryptocurrencies zijn, het is gewoon digitaal geld. Ik weet niet of jullie iets weten over Bitcoin. Ja, Bitcoin. Bitcoin is ook een van de cryptocurrencies. Nou, het staat hier Bitcoin. Ik ga even kijken. Bitcoin. Het is ongelooflijk. Ongelooflijk, man. Ongelooflijk. Er staat hier 5.116 dollar voor 1 Bitcoin. Ik ga naar de chart kijken. In even kijken van 2000, ja, dat is 2003. Nee, kijk hier, het is eerder begonnen, maar hier, het was 113, is het hier 113 dollar in april 2013 en nu 5000. Kijk hoeveel procent is het eigenlijk? Het is 5000. Dat was 4448% omhoog gegaan. Het is onmogelijk als je 100 euro hier in had gestopt, 100 euro, dan had je 5000 euro. Nou, dat is ongelooflijk. Maar het is verleden. Alleen, het is niet te laat om toch in te stappen. Omdat cryptocurrencies zijn nieuw. Dat betekent, niet veel mensen hierover weten. Jij
die aan het kijken bent, heb je nu knowledge, heb je nu de kennis om toch je in te zetten om mee te groeien. Ja, ik weet, mensen die pessimistisch zijn zeggen, ja, dat misschien gaat die gewoon zakken. Ja, kan. Maar als je geld in de bank stopt, aan de bank bij gaat, dan heb je ook niets meer. Dus je moet gewoon risico nemen om toch vooruit te komen. En sommige mensen hebben gewoon weinig, maar toch weinig kan je eigenlijk daar inzetten en ook compounding aspect toevoegen, zodat je geld gaat groeien, werken voor jou. Wat is deze opportunity? Wat ik over heb. Het is Regal Coin. Regal Coin, ik heb in de vorige video, heb ik, in het Engels was het eigenlijk, heb ik over verteld, Regal Coin. En toen ik met jullie aan het praten was, ik ga even een video naar voren brengen, video van ja. Ja, kijk hier. Het is ongelooflijk. Regal, ik heb, wanneer was het? Kijk, 10 oktober. 2 dagen geleden heb ik een video gemaakt over Regal Coin. Het was $18 en iets. En vandaag, het is 12 oktober, 2 dagen later, van 18 naar 40. Daarom moet je eigenlijk hier snel zijn. Je kan wachten, gebeurt er niks. En de trein gaat gewoon weg. Dus je moet gewoon instappen en zeker weten dat gaat gewoon lukken. Ik ben hier te helpen. Dus als je vragen hebt, kan je mij gerust vragen stellen. Ik kijk altijd naar de video's en dan ga je kijken wat de vragen zijn. Dan ga je gewoon meteen antwoord geven. Oké. Dus, nieuwe opportunity heet Regal Coin. Wat is Regal Coin? Ik heb in de vorige video heb ik uitgelegd wat Regal Coin is. En je ziet hier in alle video in het Engels, maar moraal van het verhaal is dat als je daar investeert, dan kun je op een gegeven moment een geld wat jij geïnvesteerd hebt, krijg je tussen 1 en 1,5 rente iedere dag. Nou, vergelijk je dat met wat jij op de bank krijgt. Iedere keer krijg ik van een bank rentewijziging van 0,8 naar 0,5. De week daarop rentewijziging van 0,5 naar 0,1. Dat is per jaar, hè? Dat is per jaar. En ik denk dat in de toekomst je moet toch echt ook voor gaan betalen om een geld in de bank te kunnen zeggen, bewaren. Dus wat ik wil jou vragen, om goed na te denken, wat is goed voor jou? Om je geld te laten voor jou werken of andersom? Dan heb je gewoon tijd voor leuke dingen in je leven. Dus goed over nadenken, ik ga even verder met die deze opportunity. Oké. Ik ga naar hier. Nee, dat is het niet. Dus ga ik deze close. Oké. Eerst. Investeren in Regal Coin. Ik heb gewoon uitgelegd in de vorige video, dan moeten we kijken. Wat is Regal Coin? En hier wil ik eigenlijk een beetje praktische kant van verhaal vertellen, hoe precies in elkaar zit. Eerst wat jij doet, omdat ze zijn eigenlijk
cryptocurrencies, digitaal geld. Dus je kan niet naar de winkel gaan en ja, misschien wel. Maar in ieder geval, je kan niet naar de winkel gaan zeggen, oké, ik wil een bitcoin hebben. Nee, dat hebben ze niet. Het zijn allemaal digitaal. Je kan wel betalen mee, maar via digitale, ja. Dus, eerst een stap wat jij moet doen, is investeren in inkopen van bitcoin. En dat kan je doen via deze site. Lightbit.eu. En dit is mijn link. Dus eigenlijk als je via deze link gaat geld dingen kopen, bitcoin kopen, ja, krijg ik, weet je hoeveel het is, van 1% of 2%, krijg ik ook bij, hè? Omdat ik zo'n video gemaakt heb, mensen kennis laten maken met de dingen. Dus graag deze link gebruiken om inkopen te gaan doen. Oké, okay, hier koop je bitcoin. En nou ga je even naar de site van, even kijken, waar is het? Naar de site van lightbit.eu. Hier zijn verschillende cryptocurrencies. Je ziet gewoon echt helemaal ongelooflijk. We gaan gewoon helemaal omhoog. Nou, je gaat hier bitcoin kopen. Wanneer je gaat jezelf registreren, ga je gewoon naar deze site. En home. Kom je gewoon hierheen. Eerst wat je gaat doen, je moet eigenlijk jezelf voor sign up doen. En dan hier op de line, op de my account, ga je naar verificatie en limieten. Dus je moet eerst jezelf legitimeren. En er zijn verschillende dingen. Als je doet het via je e-mail. Als je dat gedaan hebt, kan je deze site alleen tot per dag kan je 75 euro omzetten naar bitcoin. Als jij je telefoonnummer intoetst, zodat zij kunnen verifiëren dat jij bent wie je zegt dat jij bent, dan kan je per dag tot 350 euro omzetten naar bitcoin. En hier moet je, volgens mij moet je jouw bankschrift om te kijken dat, ja, dat je bent wie je bent en dat adres waar jij woont. En deze is een laatste verificatie mogelijkheden zodat jij per dag 36.000 kan omzetten van euro's naar bitcoin. Maar ik denk niet waar je hier op te zijn. Dus ik denk dat hier voor de meeste van ons is gewoon ideaal. Eerst gaan we gewoon e-mail geven, dus kom je gewoon in, te zeggen, tier 1. Nee, dat is gewoon als je gewoon intoetst, account geactiveerd, dan doen ze via jouw e-mail. Dus dat stap 1 heb je gehad, stap 0. En dan vervolgens gaan we met telefoonnummer kijken of je bent wie je zegt je bent. En dan, je kan tot 350 euro bitcoin kopen. Je kan hier stoppen. Je kan bitcoin hier stoppen. Zeg oké, okay, ik heb nou bitcoin. Ik laat gewoon omhoog gaan. Dat kan. Maar bitcoin is echt heel hoog. Ik ga omhoog. Sommigen zeggen dat gewoon naar 1 miljoen gaat. 1 bitcoin. Dat kan. Alleen, ik weet niet hoe lang het gaat duren. En er zijn meer mogelijkheden. Het terrein van bitcoin is al vertrokken. Je kan later instoppen, maar het kost gewoon heel veel geld. Dit is gewoon 1 bitcoin 5000 euro, man. Ongelooflijk. Maar in ieder geval, er zijn wel andere coins. Je kan zeg maar in investeren. Ze zijn nieuw. Dat betekent, er zijn mogelijkheden om te groeien. Veel meer dan bitcoin. Als je hier kijkt, Ripplecoin is gewoon, ja, hier een paar procent omhoog gegaan. Terwijl bitcoin, als je hier kijkt, 6%. Dat vind je slecht, maar als jij keuze wilt maken, of kon maken, wat zou je kiezen? Je geld 6% laten omhoog gaan of 50%?
huis is aan jou. Ik denk dat ik ga kiezen voor 50%. Ik kan de mind lezen. Oké, even kijken. Dus, eerste stap ga je Bitcoin kopen. Hoe doe je dat? Je gaat naar hier toe, klikken, en dan zeg je hier, je gaat Bitcoin kopen. 1 Bitcoin is 4412 euro. En dan je zegt hier, oké, ik ga zeg maar 200 euro Bitcoin kopen. Dan krijg je deel van Bitcoin. Dat is 0,045331. Oké, nou, wanneer je dit koopt, je kan naar een wallet. Dat is je hebt ook portemonnee. Gewoon als je portemonnee pakt, je kan gewoon geld erin stoppen. Dat is je portemonnee. Oké. Portemonnee. Van geld in stoppen. Maar op internet, daar werken ze niet. Ze werken ze niet met in zo'n portemonnee, maar ze werken met wallet. Luxemburg. Wallet. Dus ze gaan het geld wat jij gekocht hebt in een wallet stoppen. En waar is de wallet? Wallet, je kan gebruik maken van de Lightning wallet. En je zegt gebruik wat ik wallet. En dan zie je het adres? Ja, het is een adres. En dat betekent, die adres is eigenlijk een combinatie van je bankrekening en pincode en hoeveelheid die jij wil van je bankrekening afhalen en hier stoppen. Dus dat is eigenlijk zeg van alles. Je kan hier in je wallet zeg maar doen. Dat kan. En zeg, oké, ik ga kopen en dan koop je eigenlijk. Dan krijg je hier in je balans. Kijk hier, bestellingen. Dan kom je hier en je zegt, oké, zoveel heb je in jou op je rekening. Even kijken. Bestellingen. Portfolio, dan zie je eigenlijk, ja, hoeveel, kijk hier. Dan heb je hier een portfolio en hoeveel je van verschillende keren gekocht hebt, staat allemaal hier. Oké, nou, mijn wallet. Op een gegeven moment kreeg je een wallet van hun, hè, van die BitLight of LightBit. Krijg je een wallet en je ziet hier dat verschillende mogelijkheden hier heb je. En dan, omdat jij die gekocht hebt, dan komt hoeveelheid wat je gekocht hebt hier. En dan hoeveel de kosten zeg maar, je betaald hebt. En komt die hier. En dan straks, je kan ook die Bitcoin. Wat je hier gekocht hebt, kan je naar verschillende plaatsen sturen. Daarom, die adres wat je hier hebt, wat je gekregen hebt, moet je goed bewaren. Eigenlijk is het gewoon je bankrekening, jouw pincode en hoeveelheid wat jij erin is gestopt hebt. Moet je goed bewaren. Oké. Je kan in de partijen hier zeg maar stoppen, maar ik zou eigenlijk wachten totdat ik verder ga met mijn presentatie. Dan weet je eigenlijk waar jij geld waar je Bitcoin moet sturen. Omdat als je hier stuurt, je moet een bepaalde procent, ja, niet veel, maar moet een klein beetje betalen, omdat jij gebruik maakt van hun wallet. Hè? Is in hun server. Dus ik ga even verder met hoe je Ripplecoin koopt. Oké, de eerste hebben we gehad. Je koopt Bitcoin. Vervolgens, om Ripplecoin te kopen, Ripplecoin kan je kopen alleen op de Coin Exchange site. Er zijn wel heel veel sites je kan
cryptocurrencies omzetten naar verschillende cryptocurrencies. Maar Regal Coin, waar wij in gaan investeren, kan je alleen op Coin Exchange site doen. Dus wat je gaat doen, je gaat naar Coin Exchange site. Even kijken, ik kom hier in. Coin Exchange site. Dat is een site van Coin Exchange site. CoinExchange.io. Je kan Regal hier kopen. Maar eerst moet je geld hier hebben. In de balans hier moet je BTC is de afkorting van Bitcoin, moet je dat hebben om te kunnen kopen. Dus wat je doet, je gaat hier naartoe en je zegt deposit BTC. En je meteen krijg je een adres. Dus wat jij gekocht hebt op de site van Lightbit, moet je hier sturen. En hier zeggen ze, oké, als je wil hier geld sturen, dan moet je naar dit adres sturen. Kijk hier. Dus je gaat hier kopiëren. Copy. En dan je gaat naar hier. Weet je, we waren hier en we hebben gezegd dat we gaan 200 kopen. 200 euro. En adres hier. In het eerste voorbeeld heb ik gezegd, je kan gewoon portemonnee gebruiken van hier. Maar waarom zou je dat doen? Als je eerst hier gaat gewoon je geld hier neerzetten. En daarna van hier naar ergens anders. Ja, het is een dubbel werk. Wat je doet, je gaat adres wat je daar gekopieerd hebt. Exchange hier. Okay, dit adres. Kan je hier inzetten. Control C. Of hier paste, daar plakken. Oké. Je ziet hier, je zegt dat dat ja, goed adres is. En dan, je ziet hier, kijk, 0,42 cent moet gewoon dingen betalen. Transactiekosten. Dus, en dan ik ga met de algemene voorwaarden akkoord, dan ga ik hier op de volgende en dan, je ziet hier, ik ga gewoon eigenlijk geld van ergens in Nederland naar ergens in Amerika sturen. Stel je voor dat jij zoiets gaat doen met gewoon geld. Je moet naar de bank toe of via de internet, gaat naar de bank toe, de bank gaat bepaalde provisie zeg maar van aftrekken. Je gaat gewoon naar die andere plaats, naar Amerika. En daar kost gewoon een aantal dagen. En daar gaan ze bepaalde provisies zeg maar, van afhalen. Uiteindelijk ben ik gewoon 10% of soms gewoon meer kwijt. Dus hier gewoon echt 42 cent ben je hiermee klaar. Je geld in de vorm van Bitcoin gaat naar exchange. Komt hier. En dan vervolgens, je gaat volgens mij. Het duurt dan 15 minuten, 20 of 15 minuten, dat je dan aan internet de snelheid en de transacties zijn moeten doen. Maar in ieder geval gaat het snel. Je gaat naar die balans toe. En op een gegeven moment krijg je hier available balance. Eerst gaat hij naar de pending, want zij moeten alles verifiëren. En dan vervolgens komt van hier naar hier toe. Available balance. En dan vervolgens, wanneer je hier bent, ga je naar het rek, dat is de afkorting voor op het symbool van Regalcoin. Ga je hier op klikken. En je gaat hier Regalcoin kopen. Op een gegeven moment krijg je hier hoeveel Bitcoin hier je hebt. Je gaat hier op klikken. En alles wat je hier hebt, komt waar komt die? Oké, maar eerst ga je gewoon zeggen over hoeveel
moeten we kijken hoeveel, stel je voor dat 200, hè, 200 euro, stel je voor dat ik 200 euro bitcoin gekocht heb. Ik ga kijken, 200 is dit bedrag. See. Oké. Zero. Zero point four five one two four. Oké. Zoveel bitcoin van 200 euro heb ik verkocht. Vervolgens ga je naar exchange. En dan je ziet de prijs van is 0,007. Dus moet jij dit bedrag hier even kijken. Ik heb zoveel bitcoin. Kijk, dit hier 0,0073. Je kan 6,1 regelpunt kopen. Dus kom je hier. Je zegt, ik ga kopen 6,1. En hier ga je even meteen. Kijk, je zegt ik ga 6,1 kopen en dan vervolgens de prijs is gewoon zoveel en totaal is zoveel. En hoeveel had je? Hoeveel was het voor je? Je had 0,45. Ja, dat kan kopen. Misschien kan je, ja, in ieder geval, dat kan je kopen. Dan zeg je submit buy order. Wanneer je dat doet, dan koop je zoveel regal coin. Wanneer je dat gekocht hebt, ga je weer naar balans. Mijn account, sorry, en balans. En dan krijg je een rek. Je moet even zoeken. Oké, okay. Krijg je gewoon weg. Ergens hier, moet even kijken. Ja. Wanneer je dat gekocht hebt, je krijgt hier Ripple coin. En nou, je moet deze sturen naar platform. Dus hier onthouden. Dan ga ik naar mijn presentatie. Oké, nou je bent naar Coin Exchange gegaan en dan heb je Bitcoin omgezet naar Ripple Coin. Oké. De derde stap is om
Ja, Bitcoin. Ik ga zoeken naar. Oké, deze heb ik gedaan. Transfer je Bitcoin naar CoinExchange om RegaCoin te kopen. Okay, laten zien gewoon hoe dat werkt. En vervolgens. Kijken. Je koopt RegaCoin in de exchange. En dan vervolgens ga je naar de site. Deze. Oké. Okay. Regal, even kijken. Ik ga even kopiëren. Om meteen naartoe te gaan. Ctrl C. En dan ga ik naar. Naar hier. En hier eerst moet je kom je hierheen, dan ga je hier, omdat jij hier nog niet geregistreerd bent, dan moet je hier registreren met de code die ik gegeven heb. Dan kan je gegevens hier invullen en dan vervolgens zeg je register now. Even terug, je moet gewoon registreren op deze site. Sign to, even kijken. RegaCoin website. Website via deze link. Oké, okay. Je gaat deze link Ctrl C doen. En dan even kijken. Deze zet ik ook trouwens onder video. Dus je kan gewoon kopiëren en dan paste doen. Dan krijg je op dezelfde pagina. Oké. Okay. Ik kan hier Ctrl V doen. En dan kom ik hier. Dan ga je zelf registreren. Met alle gegevens. En dan vervolgens register now. Wanneer je dat doet. Ik krijg e-mail van hun, van die RegaCoin programma. Ik krijg een e-mail en daar kan je in activeren. En wanneer ik dat doe, dan kom je aan deze site. Ik moet je activeren. Dus kijk hier, ik moet zelf ook inloggen. Ze hebben veiligheid. Dingen, dus je kan even kijken Google Authenticator PIN, dat moet je eigenlijk op je telefoon downloaden, zodat iedere keer als je gaat inloggen, dat jij alleen gaat inloggen en dan krijg je op je telefoon een bepaald nummer, die moet je hier intoetsen. 927256. Dus veiligheid is heel belangrijk voor ons. Als je mensen zeg maar inhaken in je computer en je programma, dan kunnen ze jouw geld echt instelen. Zo simpel is het. Dus moet je eigenlijk heel voorzichtig mee zijn. Oké. Okay. Je ziet dat iets gedaald is, dat ze zijn 30 dollar geworden per 1 regel. Pas 40 iets. Maar in ieder geval. Je gaat hier naartoe en je ziet een dashboard. Dashboard, dashboard. En je ziet eigenlijk alles wat hier is. En dan, wat we hadden op dit moment, we hadden geld in CoinExchange site. En dat geld moeten we hier terughalen. Het gewoon hier inbrengen. Dus wat doen we? Hier is een wallet. Dat is een portemonnee hier. Die programma heeft de eigen portemonnee. Dus je gaat hier op klikken. En omdat die veilig is, dan moet je
Normaal gesproken moet je e-mail ontvangen, maar je moet gewoon even hier klikken, dan krijg je e-mail met de code op jouw e-mailadres wat jij geeft. Kijk hier, dat is mijn e-mailadres. Dan ga ik oké doen. Dan ga ik naar mijn e-mail. Kijken. Kijk hier, confirm Bitcoin wallet transaction access. Ik ga naar hier toe. Ik krijg een code. Dan ga ik kopiëren. En dan ga ik terug naar mijn wallet. Hier in paste. En dan submit doen. Token verified successful. En dan ben je hier. Hè? Je hebt een goed onthouden. Je hebt al 200 euro waarde van Bitcoin. Heb je in de exchange omgezet naar Rigglecoin. En daar moet je gewoon naar hier toe komen. Dus wat ga je doen? Je gaat naar deposit. Bitcoin. Hier. Dan krijg je ook een adres. Dat is eigenlijk het adres van jouw portemonnee. Hier bij Rigglecoin. Dus je gaat hier kopiëren, deze kopiëren. Kopie. Je gaat naar exchange en dan je bent hier, je hebt nou geld. Hè? Dan ga je naar hier toe, withdraw. Ga naar hier toe en dan je vraagt hoeveel je zegt, je krijgt hier, kijk, je krijgt hier wat jij gekocht hebt. Op, klik je hier, dan komt die bedrag hier. En dan vervolgens, je gaat hier adres. Je zegt rec withdrawal adres. Hier, paste toe. Je paswoord en dan proces withdrawal. En dan vervolgens krijg je geld op jouw wallet hierin. Krijg je gewoon een regel. En dan als je naar een workshop, dashboard gaat en dan je ziet op dit moment dat je hier wat is 6,1 Rigglecoin hebt en vervolgens je kan dat is eigenlijk waar wij naartoe gaan. Je kan 3 van die coins aan hun lenen en 3 van die coins daar houden. Waarom? Wanneer jij 3 coin hier bewaart, dan je ziet de waarde gaat omhoog. Je zag in mij in het begin dat de prijs was 18 euro, 18 dollar, en nu tot 40 is opgekomen. Dus je gaat gewoon echt de waarde van de coin gaat omhoog. Maar het is geen garantie, je kan gewoon omlaag gaan. Maar wat de garantie is, dat als je aan hun Bitcoin leent, dan iedere dag, onthoud dat, iedere dag krijg je, kijk hier, vandaag is 12e, gisteren was 1,48%, vandaag is 1,33%, en morgen is 1,37%, dus 1,5%. Per dag. Dat betekent per maand hebben ze tot maximum 45% van de rente ontvangen op jouw geld. Ik heb nu 500 hier. Even kijken. Waar is mijn hier? 500. Per maand, ik heb 500 ingezet, per maand krijg ik 225 extra. Wie wil 200 euro per maand gewoon niks te doen, hè? Je zit gewoon thuis en hier wordt op je rekening gestort. Op de wallet.
En dan, ik laat je zien hoe je dat gaat gewoon terugzetten naar je eigen portemonnee. Dat is dat andere video's laten zien. Maar ik wil aangeven, als je 1000 euro leent, 1000, jij stopt 1000 euro in. Per maand krijg je 450 euro. Gewoon omdat jij aan hun geleend hebt. Dat noem ik passief inkomen. Mensen, het is een waar. Hoeveel moet je werken om 450 euro per maand te verdienen? Dat gaat automatisch. En het mooie is, kijk, ik heb nu hier 323, zeg maar, van hun gekregen. Hè? Dan kan ik hier, dat eigenlijk, ik ga gewoon hun lenen. Ik kan twee dingen doen. Ik kan Riegel kunnen kopen en hopen dat het omhoog gaat. Dan, hoe kan ik kopen? Kan ik en kan ongeveer bekijken 10 bitcoin kopen, regelcoin kopen, of ik kan gewoon hier bijzetten zodat in plaats van 500 dan 800, even kijken. Als ik 500 heb ik berekend dat 225 per maand krijg ik. Als je 800 hebt, keer 360 per maand. Niet slecht, hè? Maar sommige mensen zeggen, ik wil meer. Kan. Als je hier regelcoin van maakt, koop, en dan krijg je hier meer regelcoin. Ik denk dat ik dat ga doen, of niet? Ik wil jullie eigenlijk vragen. Willen jullie alstublieft comment geven, zou ik dit bedrag coin kopen, om te zorgen dat de waarde omhoog gaat, en gaat omhoog, waarom? Omdat, kijk, op dit moment is het gewoon echt een, niet handig. Je gaat eerst naar exchange doen en dan kom je terug en dan hier veel te veel werk. En straks, ze gaan hier aan werken, je ziet hier dat ze mee bezig zijn. Dat ga je hier klikken en dan kan je hier dingen wisselen. Dus je bitcoin kan je veranderen naar Riegelcoin hier. Je hoeft niet nergens te gaan. En wanneer deze hier komt, dan de prijs gaat echt omhoog. Ik heb vorige video's heb ik de andere programma laten zien, dat BitConnect. Echt hetzelfde concept. De prijs was 15 cent van de 1 coin BitConnect en nu is het 160. Ik denk, ja, maar ik wil jullie vragen, zou ik dit bedrag, klik dit bedrag, regelcoin kopen of aan hun lenen? Als ik hier geef, leen, dat is zeker dat van iedere dag 1,3% tot, heb je daar 1,4% zeg maar rente krijgt. En als ik coin koop, dan ik hoop dat het omhoog gaat, ik kan ook omlaag gaan. Maar nou de keuze is aan jou. Wil je alsjeblieft in de comment geven? 1 is regelcoin kopen, 2 lenen. Wat willen jullie doen? Wat zullen jullie doen? 1 of 2? 1 is
Riegel kunt kopen. 2. Lenen en platform, zodat ik iedere dag gemiddeld 1,4% rente heb. Dat is aan jullie. Oké, dan gaan we even naar de presentatie. Oké, dan je gaat, wanneer jij jezelf geregistreerd hebt met deze link, dan krijg je een e-mail van hen en dan moeten jullie activeren. En wanneer je dat gedaan hebt, dan ik ga kijken, dan kom je bij wallet, heb ik je laten zien, dan ik kan jouw bitcoin, regelcoin, je kan op een ding zetten, op een platform, en dan kan je op lenen of laten gewoon op platform staan en dan gaat het groeien. Dus nou, even kijken. En zoals ik zei, ik kan coin bewaren, die regelcoin laten staan en dan gaat die stijgen. Laten gaan starten. Of gaat een lenen aan het platform, dan krijg je gewoon een percentage. De keuze is aan jou en mijn vraag aan jou om ook dat graag zeggen. Wat zal ik doen? Coin kopen of dat lenen aan doen zodat 1,4% ja, zeker van ben dat krijgt. Oké? Ik wil hier, ja, het is bijna drie kwartier hebben gepraat en presentatie gegeven. Ik hoop dat jij enthousiast bent geworden om deel te nemen aan ja, dit programma. En dat is eigenlijk ongelooflijk hoeveel je kan hier verdienen. En het is, zoals ik zei, het is nieuw. Als jij instapt, dan heb je de mogelijkheden om te groeien. En iets anders, als het alle procent moeilijk voor jou is, laat mij weten. Ik kan samen met jou alle stappen doorheen nemen. En iedere keer als je problemen hebt, laat ik jou, ja, ik ga gewoon je helpen, zodat jij dat kan doen wat wij hier gesproken hebben. Nogmaals bedankt voor je tijd hier. En ik hoop dat ik jou in mijn team kan hebben, zodat wij samen meer mensen kunnen inbrengen. Het is de tijd om mensen laten onafhankelijk worden. Passief inkomen creëren. Voor mij, voor jou, voor je kinderen. Zodat jij meer tijd hebt om aan leuke dingen te besteden. Dingen die jou blij maken, gelukkig maken. Oké? Ik hoop dat ik jou kan begroeten in het platform. In alle links die ik genoemd heb, ga ik onder de video zetten. Dus kan ik onmakkelijk op klikken en dan kom je op de juiste pagina. Nogmaals bedankt voor het kijken en je tijd. Sayonara, tot ziens.